Wat? Oh my god, nee! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games of de Blitz Survivor Games. Terwijl jullie hier nog net een tekstberichtje van Kevin zagen, hij was online, ik dacht van misschien wil hij meedoen met de Hunger Games, maar hij wil niet, ik ben verlegen, ik stress om gewoon met je een call te hebben. Oh, ik ben zo eng, dankjewel Kevin. Kevin heeft er geen zin in. Hij vindt zijn stem niet chill. In ieder geval in de opnames had hij het over. En hij is dus verlegen om met mij überhaupt in de call te zitten. Nou ja, zo eng ben ik niet, Kevin. Maar goed, hè. Krijg je die kans en dan wijs je die kans af. Terwijl nu allemaal mensen naar de video kijken. Die hebben zoiets van, oh my god, dat hij dat niet doet. Ik wou wel. Maar ja, dat is typisch Kevin. Hè. Dat is typisch een bel. Dat is sterallures, joh mensen. Dat moet je niks van aantrekken. Nee, hoor, dat is Kevin. Kevin moet je altijd een beetje mee ahoeren. Ik heb laatst trouwens gewoon 2 uur met hem lopen skypen en dan gaat hij nou dit soort dingen zeggen. Vind ik een beetje raar, Kevin. Vind ik een beetje raar. Maar goed mensen, bedankt voor alle reacties en likes natuurlijk die jullie hebben achtergelaten op de vorige video. Wil je dan weten of ik even op jou heb gereageerd? Check dan eventjes de vorige video. En waar je dan ook even op moet letten op je eigen YouTube kanaal is of jij aan hebt staan dat je reacties, of dat andere mensen op jouw reacties kunnen reageren. Aangezien ik weer een aantal mensen zie reageren, waar ik gewoon op wil reageren, en dan hebben ze hun reacties uitstaan. Dus dan kan ik er niet op klikken. Kan ik alleen maar een duimpje omhoog geven of naar beneden geven die reactie. Ja, en dat is gewoon een beetje zonde natuurlijk om daarop te moeten. Of om die mensen er niet op te kunnen reageren. Go, Divi, go, Divi, go, Divi, go, Divi, go, Divi, go, Divi, go, go. Oh, oh, oh. Get wrecked, mate. Get freaking wrecked. Oh my god, dit was zo'n hele lekkere kill. Hij dacht van, ja, dit is een kill. En ik had zoiets van, hell no, this is not my death today. It's not my dad. Oké, dan. We gaan lekker. Dat, weet je, dat was een beetje mijn support, die kill net. Dat was wel erg lekker. Terwijl ik jeuk heb in mijn oor. Ik moet zeggen, deze kill net die gaf me echt power. Want, weet je, dus ik stond achter. Ik had minder gear. En hij had een beter wapen, maar hij hitte me gewoon zeer slecht. Heerlijk. Go. Go, 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 snel. Eigenlijk hoef dit allemaal niet meer te looten. Maar weet je, kijk, ik denk er nu ook zo van. Als ik dit nu niet loot, dan kunnen andere mensen dit weer looten. En dan, weet je. Oh, yes. Oh, yes. Oh yes, jullie weten al wat er gaat gebeuren. Jullie weten al wat er gaat gebeuren. Wij gaan lekker een iron sword maken. Wij gaan lekker naar een sword maken. La da di da 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 do. Di da do da do. Hoppakee. Gaan we even hier staan. Hop. Schrik me kapot, stomme honden. Hop, het iron sword is binnen. Mooi zo. Weet je, ik zeg altijd. Ah, ik wil een stone sword. Nee hoor, ik wil gewoon een iron sword. Oh. Oh my god, stomme honden. Kom op. Knockback 1, are you freaking kidding me? Why? Nou ja, weet je, maakt op zich niet uit. De attack damage blijft natuurlijk wel, maar... Ik heb natuurlijk liever, sharpness erop. Maar goed, weet je, je kan natuurlijk niet altijd alles maar hebben. Bam! Weer een freaking man down. Wacht eens eventjes. Hier moet toch nu een gold body liggen? Ja hoor, er ligt gewoon een gold body. Dank u wel. En wij gaan door. Het is nu worden wij natuurlijk al een heel stuk sterker doordat wij een beetje gear beginnen te krijgen. Ik zie trouwens dat ik geen eten heb. Dat zie ik op dit moment op tijd, aangezien ik hier bij een crafting table ben. En ik heb wel brood, dus hoppatee, we hebben wat broodies. Waardoor wij gewoon dat kunnen eten natuurlijk. Dit zetten we zo neer. Oké, dan let's freaking go. Even spieken waar iemand zit, want hier ergens moet iemand zitten. Toch niet hier in dit gebouw? In dit gebouw zit gewoon iemand. Wat de hel, jongen. Dit is al helemaal leeg, hoor. Bespaar je de moeite, jongen. Bespaar me de moeite. Wat doet hij nou helemaal moeilijk, joh? Ik zie het ook een beetje moeilijk te doen, maar je weet dat ook gewoon een trap is naar boven. Ik denk, ik meld het. What the freaking hell, waarom 2 tegen 1? Wat is dit voor joke, waarom 2 tegen 1? Oh my god, Duffy, je leeft nog, hè? Ja, ik leef nog. Oh my freaking god, oh my freaking god. Ik mag hier echt van geluk spreken dat ik nog leef. Ik weet niet waar die andere samurai ninja opeens vandaan kwam. Maar opeens was hij er. Maar uit het niets was hij er. En ja, ik mag echt blij zijn dat ik nog in leven ben. Hondjes, oké. Ik laat natuurlijk niet zomaar van me winnen. Dat snap jullie natuurlijk ook. Ik ben natuurlijk geen opgever. Ondanks dat ik half AP heb. Oké. Ik ga mezelf waarschijnlijk voor mijn kop slaan dat ik dit ga doen, maar goed. Oh nee, toch niet. Bam, man down. Oh man, 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 man. Dat was net even stressvol, want ik was erg low. Maar goed, we leven nog. Hij had wel een kill van mij gejat, dus hij had ook speed. Dus als hij op... Ja, hij was erg low natuurlijk. Anders had hij misschien achter me aan kunnen gaan. Dat heeft hij niet gedaan, terwijl hier iemand rent. Hoppatee, nog iemand down. Ja, een iron sword, dat is zo ontiegelijk OP. Dat is echt bizar, terwijl ik hier door het water kan of ik ren terug en ik ga over de brug. Nou ja, keuze snel gemaakt natuurlijk. Wij gaan over de brug.
maar dit gaat wel heel erg lekker. Ik voel me een beetje weer een beetje zo'n Rambo potje aankomen. Ik kan natuurlijk ook alle kanten op gaan en helemaal fout gaan. Maar ja, ik moet even stoppen met rennen, want ik heb jeuk in mijn oor. Oh my god. Voor mij heb ik een ontsteking in mijn oor. Nee, grapje mensen. Moet je een grapje over maken, Luffy. Nee, ik heb heel erg jeuk in mijn oor. Ik weet niet hoe het komt. Maar goed. Nou wijzen mijn kompas weer die kant op. Oh my fucking hell. Waarom kan niet iedereen gewoon even op één plek blijven staan? Dat ik gewoon even langskom en dat ik ze even kill, weet je? Ik bedoel, jullie gaan toch wel dood. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Nou, eentje blijft natuurlijk te overleven, hè? Maar uiteindelijk gaan we allemaal dood. Hier ergens moet iemand zitten. Zit hij in dit huis? Hier zit wel de Mushroom Crew. Die zit tenminste down, zo. Moet hij in dit huis zitten, dat kan niet anders. Oké, dan nou rennen. Woehoe! Nu moet ik heel snel wegrennen, want ik ben natuurlijk een heel stuk lower nu. Maar dat was dus iemand met zijn vriendje zat er bovenin te campen. Waardoor ik hem kon killen is omdat ik hem natuurlijk van onder kon aanvallen. Die andere keer is ook al wat verzwakt, maar niet verzwakt genoeg dat ik met hem kan vechten. Zij is wil vechten, dus we rennen gewoon even weg om HP te kunnen regenen. We hebben natuurlijk onze speed, dus wat dat betreft zijn we echt een kilometertje voorsprong hebben we. Oké, ik stop nu meteen expres met rennen. Want ik ben natuurlijk nu alweer half HP. Ik weet niet waar die andere vent is. Maar dit is natuurlijk iemand die komt gewoon terug voor de andere keer. Ik ben natuurlijk niet iemand die opgeeft. Zoals ik al eerder heb gezegd, deze aflevering. Terwijl hier is iemand. Kom eens even hier, jij. Bam. Man down. Oké, we hebben hier wel weer een paar hits doorgekregen. Nee! Are you kidding me? Nee! Damn, ja, iemand met sharpness. Ja, helaas. We gingen zo lekker. Maar dit is gewoon het moment. Ik was nog steeds low. Ik dacht eigenlijk al dat ik hier dood zou gaan door deze persoon. Maar deze kwam er ook nog aan. Helaas, man. Goed, mensen. Daar zijn we weer in Despair V2, om precies te zijn. Ik ga mijn blaze kit nemen, want ik heb daar een goed gevoel bij deze. Maar natuurlijk een body, mijn blazes en een zwaard. Wat dat betreft gewoon een kit die mijn wensen in één heeft. Misschien hebben we hier meer geluk. You never know. We hadden natuurlijk wel een iron sword, maar... Ja, daarmee betekent natuurlijk nog niet dat je dan een game wint. This game is over too quick. Oh? Oké, dus hij weet nu al dat deze game snel over is. Oké, we zullen zien, jongen. We zullen zien. Met deze loot gaat hij inderdaad snel, is hij snel over, ja. Dankjewel. Oh, damn. Ik zou zeggen dankjewel voor die body, maar nee, toch niet. Kijk, ze allemaal eraf af worden gemapt. Doe ik ook lekker mee. Hier moeten we eruit klimmen en dan meteen hier naar beneden toe. Hier rent al iemand, shit. Oké, go. Hij heeft ook zoiets van rennen. Op zich weet je, je kan hier eigenlijk op zich gewoon springen en die damage pakken. Want het is zo letterlijk zo weinig damage wat je krijgt. Omdat we natuurlijk nu nog die resistance hebben. Vanaf de spawn heb voor mij 40 seconden resistance. Of een minuut of 50 seconden. Ik heb geen flauw idee. Maar in ieder geval echt kapot lang. En ja, daar kan je gewoon echt van hoge dingen afspringen. Waarom is dit huis leeg? Wat is het voor freaking joke? Ik denk, serieus, laat ik eens een keer niet naar de haven gaan. Laat ik gewoon eens een keertje een huis gaan looten of weet ik veel wat. Nee, is gewoon leeg. Oh my god, deze dan. Nou, yes. Weet je, we moeten gewoon met de haven in om te looten. Dit is alles behalve chill, maar goed, maakt helemaal niet uit. Dan kom ik hier nou snel even overheen, hier langs. Kom op. Iron booty. Iron booty, are you booting me? Are you freaking booty me? Oh my god, yes. Hop. Even kijken, zijn hier nog meer kisten überhaupt? Hier zijn nog kisten, awesome. Niks boeiends. Hier is een kist. Eten, boeiend. Dat is wel boeiend. Ja, dat is boeiend. Wapen nemen we ook mee, want ik ga natuurlijk niemand anders een wapen achterlaten. Dat kan alleen maar tegen me worden gebruikt. Bottle of O'Janning en go. En we kunnen op zich op zoek gaan naar een paar kills misschien wel. Daar rent iemand, oké. Oeh, hij heeft een knight kit, want hij heeft altijd golden armor. Maar goed, ik heb natuurlijk een iron booty. Zo ja. Ik ben benieuwd wat deze vent wil gaan doen. Hij wil vechten. En hij gaat mij ownen als dit zo doorgaat. Shit, ik ga dood. Help, iemand, help. Help, zombie apocalypse, help. Alsjeblieft, zet hem in de fik, Blazers. Zet hem in de fik, doe iets, Blazers. Oh my god. De stone sword is veel sterker. Zet hij in de fik? Ik weet het niet. Ik moet gewoon even wegdurpen, dan komt het allemaal wel goed. Dan moet het allemaal goed gaan komen. Oh shit. Kom op, goed opletten, Duffy. Is hij nog achter me aan? Ik heb geen flauw idee of hij achter me aan zit. Hij is in ieder geval veel sterker dan mij.
Dit moet goed gaan. Deze trap moet in één keer goed gaan. Oh, damn it. Daar stapte ik al. Get the fuck off. Oké, sorry. Oh my god, waar komt die nou weer vandaan dan? Oh my god. Ja, dit potje is eigenlijk al vanaf het begin af aan gewoon verloren. Ik heb andere mensen sterk meegemaakt en ja. Ik denk dat het de verkeerde keuze was om hier meteen op iemand in te gaan die 10 keer zo goed was als mij. Maar goed, mensen, ik zie jullie in het volgende potje. Yo mensen, daar zijn we weer in Citadel. Kijken of we dan misschien hier meer geluk hebben. Ik neem natuurlijk mijn wolvenkit om protection schoenen te krijgen. Aangezien we hier niet kunnen enchanten. Ja, en hopen dat we dan hier misschien onze win vandaag kunnen halen. Ik hoop het zo, aangezien Mithril vond ik eigenlijk dat we hadden moeten winnen. Het vorige potje was gewoon super dom. Dus dan moet dit potje goed komen. Weet je, als ik zo alles een beetje bij elkaar afstreep, dan moet dat de logica zijn. Ja, hopen het maar. Let's freaking go. Oké. Alsjeblieft. Verder, we krijgen een ledderbroek. Tot nu toe nog niet. Ledderbroek. Ik heb het gekald. Ik wist het. Oh, dit is zo obvious in deze map dat je hier een ledderbroek krijgt. Ik weet niet waarom dat is, maar ook zelfs dat stukje kool wat je erin zag zitten, dat zit er ook altijd in. Oh my god, gozer, ik wil jou mappen, man. Oké, ren maar naar boven, toe maar. Ren mijn dead trap in. Toe maar. Ik moet van mensen altijd springen met vechten. Maar kijk, dit bedoel ik dus. Als ik ga springen en ze slaan mij, dan vlieg je dus een kilometer achteruit. Hoppatee, hij is wel down. Er komt nog iemand aan. Oeh, het is stone sword, Opgelet jongen, opgelet. Bam. Hoppatee, stone sword is ook binnen. Haha, Iron Helm is binnen. Iron Helm altijd opdoen, Duffy, anders worden je kijkers boos. Zo. En dan krijg ik zo meteen mijn wolven, die kan ik ook meteen dan, of mijn schoenen, en dan kan ik die meteen aantrekken. Oké, die krijg ik nu. En dan hebben we weer 2 kills binnen. Wat dat betreft gaan we lekker. Deze uit, die aan, die kan daar naartoe, deze zetten we daar naartoe. Oh shit. Hop. Oké dan, let's freaking go. Hier zit iemand. Komt hij naar boven niet? Go Duffy. Dit kan... Wat? Oh my god, nee. Dit had de game change moeten worden. Are you kidding me? Ik dacht echt van yes, ik heb deze kerel down. Dan kan ik zijn gear aantrekken en dan win ik die game. Killen we elkaar. Nee. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het dan leuk hebben gevonden, vergeet alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet niet om op abonneren te klikken. Laat lekker een reactie achter. En ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van de Hunger Games. Later mensen.